niet degene van de spoken. Maar zoveel vertrouwen als deze ponies en honden in elkaar hebben, dat is toch heel bijzonder. Dat ziet er niet zo best uit.
Dat wordt reanimeren voor Appie. En daar is hij nu druk mee bezig. Pogingen om Wiki te reanimeren. Maar als dit gaat slagen, daar heeft hij waarschijnlijk wel hulp bij nodig. Nou, er komt beweging. Maar het is niet onmogelijk dat de hulp van de EHBO moet worden ingeroepen. EHBO, ja, snel, EHBO. Gelukkig waren ze hier op het terrein aanwezig en kan er worden geregeld. Ja, dat is toch mooi goed gegaan. En nou gaan ze even uitrusten van de vermoeienissen tot op dit moment. Kijk eens, ook dit is een kwestie van puur vertrouwen op de Amazone, op de ruiter en dus de trainer. Anders is zoiets echt onmogelijk. Probeert u het thuis maar eens. Dat gaat niet zomaar. En deze paarden en de Forest Pony en de Tinker, die maken er geen probleem van. En die laten u zien dat het toch in feite niet zo moeilijk is. Ook applaus voor deze act. Nog een keer eronder door. Die vorige paard heeft een beetje in de mond getrokken. En nu zelfs het hele zeil meenemen. Dat zal in de meeste gevallen ook heel veel snelheid opleveren als u dit probeert met een paard of een pony. Maar de Tinker is de rust zelf en geeft er helemaal niets op. Ja, laat u horen. Het gaat om een kampioenschap. Oh ja! Oh, daar hebben de heren met gemak gewonnen. Oh, die hond die rent van de verkeerde kant. U ziet het, wat zo'n applausje kan doen. Kijk, de hond die laat er geen gras over groeien. Die laat zich niet slaan met de stok. En arresteert de man ter plekke. Kijk eens, onder begeleiding van de hondenbegeleider en de hond zelf wordt de boef gearresteerd, maar hij probeert weer te vluchten. Dat gaan we nu zien. De hond is onverschrokken, kijkt u. Zo, dat was een sprong. En de volgende. Oh, kijk u aan. Hij zou het echt... Er is geen van kans om te vluchten. En ze laten niet los tot ze het commando krijgen dat het wel moet gebeuren. Draaimolen. Laat merken dat u het gewaardeerd hebt, de komst hier naar Winterswijk vanuit Noord-Brabant en de show die ze hier hebben weten te geven. Heel erg bedankt namens de paardencommissie. U allemaal bedankt voor uw belangstelling en we zullen ernaar streven om ook volgend jaar weer een heel bijzonder shownummer te organiseren.